Dit is de Risse Hand Dyno. Een apparaat om schokbrekers voor velomobielen te testen. De bedoeling is het volgende. De demper wordt ingespannen tussen twee contactpunten. Met deze lange poot wordt de demper samengeperst. En als je dan de demper, als je dan de poot snel loslaat, dan kun je zien wat de demper doet. Uiteraard moet hij dempen. We zullen zien wat hij doet bij de originele velomobiel.nl standaard achterdemper. En als we dat hebben gezien, dan gaan we dezelfde test doen met een rissendemper. De demper wordt gespannen. Dat gaat niet heel zwaar. En dan laat ik hem los. Holy Moses. Dit is een reuze sprong. Wat bedoel je, demping? Ik denk niet heel erg. We zullen het nog een keer proberen. Nou, je ziet het. Het is demping buitengewoon gering. Zeg maar geen demping. Wel veel vering. Maar of dit een bepaalde veiligheid oplevert, ik waag dat te betwijfelen. We gaan nu even de demper vervangen door een rissendemper. Gewoon de contacten los. De demper is er dan ook meteen uit. Pak een Astro 5 demper. Die gaat er op dezelfde manier tussen. En we gaan hetzelfde nog een keertje doen. De instelling is zachte demping. We zullen kijken wat dat oplevert. Ik span hem weer. Laat hem los. U ziet het. Hij dempt. Hij blijft keurig staan. Betekent ook dat het achterwiel wat je normaal hier moet denken, dat ook keurig onder controle is. Nog een keer. Dit is de zachte demping. Hiermee kunnen we de demping verstellen. En gaan we naar de stevigste demping. Het zijn 5 instellingen. We gaan naar de stevigste demping. Kijk, traag omhoog. Precies zoals je dat zou willen. Traag omhoog. En we nemen nog even de middelste stand. En dat is de stand die ook de Genesis demper, demper zonder instellingen, ook standaard vertegenwoordigt. En dan krijgen we dit bel. Zit precies tussen de beide uitersten in. Oh, even vasthouden. U ziet, het blijft allemaal beheerst en onder controle. Het springt niet, het danst niet. Het doet wat het moet. Het dempt en levert per saldo een veiliger en vertrouwder weggedrag op. Dit was hem even.